Gewoon als eerste, van waarom zouden mensen eigenlijk de trein moeten pakken in plaats van het vliegtuig? Omdat de trein comfortabel is, energiezuinig, vriendelijk, genietend van het landschap om je heen. Het is gezellig heel vaak. Het is veilig. Ja. Treinen rijden is echt een veilig iets, gelukkig zeg ik. Ik klop het altijd af, maar we zijn ik geloof op lopen na het meest veilige vervoermiddel dat er bestaat. Hmm. En waarom denkt u dat er toch mensen makkelijk op het vliegtuig stappen? Nou ja, dat er, het is zo gegroeid. Hè? We zijn allemaal gewend geraakt aan het feit dat je alles snel met een vliegtuig kan doen. En dan komt er vaak de beleving dat trein moeilijk is en dat het met overstappen. En daar zit ook wel een kern van waarheid in, want het adagium in Europa is eigen dienstregeling eerst. Dus landen optimaliseren hun eigen dienstregelingen, ja, en gaan daarna pas kijken hoe het ook is om over de grens te gaan. En dat geldt echt voor alle landen. Dat is dus niet iets specifieks Nederlands, dat doet iedereen. En dat heb je bij vliegen natuurlijk minder. Ja, je gaat de lucht in en dan zijn ze er een soort algemene verkeersleiding en die regelt het over heel Europa of de hele wereld. En daar merk je dus veel minder van. Nou, daar komt ook nog eens bij dat er ongelooflijke prijsverschillen zijn. Ik vind het heel gek dat wij een btw-verhoging moeten gaan betalen dit jaar. Terwijl vliegen geen btw heeft. Die hebben wel weer andere kosten. Maar goed, maar ik vind het helemaal gek dat wij duurder moeten worden door de btw. Terwijl wij 100% nu op windstroom zijn. Dus echt gewoon een bijdrage leveren aan milieuverbetering, energie. Problematiek. En dan nog word je afgestraft met een verhoging. Dat vind ik ongerijmd. Dat vind ik gek. Ja. Dan gaan we het zo nog eens. Dus ik zet mij niet af tegen vliegen. En helemaal niet intercontinentaal. Want dat kun je niet met de trein bereiken. Of met de auto. Of weet ik veel hoe. Met de fiets of lopen. Dat gaat niet. Maar korte afstanden. Korte afstanden. En dan heb ik het echt over een straal van 500, 600 kilometer. Ja, is natuurlijk, moet de trein het alternatief zijn. Het alternatief voor goedkoop vluchten. En je ziet daar echt soms de gekste dumpprijzen. Dat je voor een paar tientjes heen en weer kan naar Barcelona. Dan denk je, ja, weet je, daar valt bijna niet tegenop te concurreren. Ja. En wat vindt u van de discussie om die actieradius nog veel groter te maken met nachttreinen? Dat weer. Ja, kijk, ik zeg altijd wel, wij gaan natuurlijk geen producten in de markt zetten die geen vraag kennen. Want dan wordt het weer onbetaalbaar. Dus ik moet altijd wel feiten op een rij hebben. Is er markt voor? Willen mensen het? En nou, je bent met de petitie begonnen over Amsterdam-Berlijn. Ik vond dat een geweldig initiatief. Ik wil dat zelf ook. Ik wil weer gewoon sneller naar Berlijn kunnen rijden. Nou, we hebben nu heel veel moeite. We hebben een Nederlandse trein, dan een Duitse trein. Dan hebben we geloof ik wel 11 tussenstops. Ja. Omdat ook ieder land weer zijn eigen stops wil hebben. Want anders komt die trein niet vol. Maar je zou vanuit Europa, ik zou echt anders willen gaan redeneren. En dan maak ik het vergelijk met China. In China geven ze op dit moment 300 miljard uit voor snelle treinverbindingen tussen alle grote steden. Ook vanuit energiemotief. Om de vervuiling tegen te gaan. En ze willen dus zowel goederen als mensen sneller vervoeren tussen de steden. Zo'n agenda hebben wij in Europa niet. Ik zou graag een agenda willen zien, capital to capital. Alle Europese hoofdsteden gewoon heel snel verbinden. Daar heb ik de Europese Unie voor nodig, de Raad van Ministers. Ik hoorde laatst de commissaris, mevrouw Bult, zeggen nou, dat ze het eigenlijk ook wel zou willen. Zeg, prima, maar dan ook graag boter bij de vis. Dan ook investeringsbedragen erbij die het mogelijk gaan maken dat we alle grote steden in Europa met snelle treinen gaan verbinden. Dan moeten wij goed managen. Dat zijn dan treinen die niet ook alle kleine stops aan gaan doen in een land. Gewoon tussen de grootste steden. En dan gaan wij daarbinnen weer kijken naar een optimalisering van het kleinere vervoer. Om de aansluiting op die snelle lijnen goed te gaan borgen. Nou, ik maak het verhaal maar af. Ik ga in eind september naar Berlijn. Daar wil ik ook gaan praten op de Nederlandse ambassade. Maar met Deutsche Bahn, met onze eigen dochter Abellio, met ook de stadsbestuur van Berlijn, om gewoon een gevoel te krijgen, willen jullie ook sneller? Want we denken dat er gewoon een intensief verkeer is van mensen tussen hoofdsteden. Om allerlei redenen, werkgelegenheid, economische motieven, maar ook culturele, educatieve,
Het gaat om opleidingsinstellingen, om culturele voorzieningen. Ja, en dan vinden mensen 6 uur in een trein te lang. En dan gaan ze vaak vliegen. Terwijl als je de gemeenschappelijke ambitie zou uitspreken, zou het binnen 4 uur kunnen. Ja, waarom gaan we dat dan niet doen? Nou, ik heb hier in huis al de vragen uitgezet. Gaan we eens uitzoeken of we in ieder geval 1 trein per dag kunnen beginnen. Ja. Waarin je bijvoorbeeld zegt, 's ochtends vroeg gaat 1 trein snel naar Berlijn. En ja, als dat een enorme vraag laat zien in de markt, ja, dan kun je het gaan uitbouwen. Maar zover zijn we nog niet. Het wordt nu uitgezocht. En ik hoop dat we in het najaar iets meer erover kunnen gaan zeggen. Maar wat is uw inschatting? Waar hangt het op? Wat? Nou, wat ik zei, op zowel de vragen van binnenlandse stops. Mensen zeggen, ja, als we zo'n snelle trein gaan rijden en hij zit niet vol, dan kost het ons goud geld. Hè, dan lopen we er financieel op leeg. Nou, dat is een reële vraag. Je moet ook zeggen, ja, maar als we een bijdrage kunnen leveren ook aan een beter klimaat en het terugdringen van korte vluchten, iets waar ik overigens samen met mijn collega Pieter Elbers van de KLM hetzelfde over denk, dan moet je dus wel de voorwaarden kunnen invullen. Dan moet de trein goed zijn en er moet een vraag zijn. En als je dat goed kan laten zien, we hebben dat met de Eurostar nu mooi uitgelegd, hè? Eindelijk weer een snelle trein naar Londen. Nou, vanuit Londen naar Amsterdam razendsnel, binnen 4 uur. Ja. Vanuit Amsterdam naar Londen toe moet je nog in Brussel eruit vanwege een paspoortcontrole en een bagagecheck. En daardoor is die heenreis, zeg maar, vanuit Nederland nog een half uur, drie kwartier langer. Ik hoop dat dat volgend jaar ook weg is. Dat de overheid zijn verdragen gesloten heeft. En dat we dan gewoon kunnen zeggen, jongens, 4 uur uit en thuis vanuit Londen. Hoe mooi wil je het hebben? Ja, dat is perfect. En dat zou ik graag naar Berlijn ook willen. Ja. En ik denk dat het kan, maar het moet stapje voor stapje, want je moet ook die binnenlandse agenda overwinnen, je moet een vraag kunnen aanboren. En dit is al, heb ik je vraag van de nachttrein nog niet eens beantwoord. Ik zou haast zeggen, het kan me niet schelen of je overdag of 's nachts rijdt. Mooi. Wat verwacht u van de Nederlandse politiek, een bijzondere staatssecretaris? Nou ja, een enorme ondersteunende houding. Ik ken deze staatssecretaris als ook iemand die zeer begaan is met het milieuvraagstuk, met de energietransitie. We hebben daar overigens het hele kabinet bij nodig. Niet alleen een staatssecretaris of Kamerleden die over het vervoer praten. Het is een veel bredere aangelegenheid. Het gaat ook over die energietransitie. Het gaat ook over ruimtelijke ordening. Waar leg je nog uit? Waar ga je bouwen? Waar wil je dat goede vervoerslijnen lopen? Het heeft ook te maken met Europese integratie. Moeilijk onderwerp in deze tijd, waar sommige mensen heel eurosceptisch worden. Nou, ik denk dé manier om Europa dichter bij elkaar te brengen, is te zorgen dat de verbindingen goed zijn, ook in het openbaar vervoer. Dus een flinke agenda naar collega's. Maar ja, ik zou zeggen, pas op dat je het maar bij 1 persoon neerlegt of bij 1 type woordvoerders. Ik vind het echt een brede aangelegenheid. En wat nog even over de lijn naar Amsterdam-Berlijn. In het nieuws verscheen dat aan de Duitse kant er minder enthousiasme is. Ja, heb ik ook gelezen. Ja, dat heeft mogelijk te maken met heel veel eigen agenda's ook nog andere kanten op. En misschien wel onderhoudsprogramma's en de wens om al die tussenstops aan te blijven doen, omdat anders de binnenlandse dienst niet goed genoeg is. Ik doe daar niet schamper over. Hè. Je moet altijd goed luisteren, ook naar je collega's. En of we dan met Deutsche Bahn eruit komen, of dat we misschien met Abellio zelf moeten zeggen, we gaan een trein inleggen. Ook wij gaan dat niet zomaar doen. Want ja, het moet wel terugverdiend kunnen worden. Ik kan ook als bedrijf weer niet veroorloven dat we een lijn gaan realiseren en dat ik er mega op ga verliezen. Dat kan ook niet. Nou, ik hoop dat je dat ook wil begrijpen. Twijfel niet aan onze motieven. Ik zou niet liever willen. Ik speel ook niet alleen maar op safe. Ik wil best kijken, hè, hoe ver we kunnen komen, maar het moet wel dicht bij een exportabel geheel liggen. Als dat niet zo is, ja, dan wordt het ingewikkeld. Dan, ik denk, dat brengt me bij een mooie laatste vraag. Want er zijn 15.000 mensen, meer dan 15.000 mensen die het graag willen. Ja, geweldig. Wat is uw oproep aan die mensen? Blijf ons hinderlijk achtervolgen. Goed. Dat gaan we zeker doen. Ja? Of nou, hinderlijk. Blijf ons gewoon goed achtervolgen. Niet hinderlijk. Nee, maar we kunnen wel... Nou, je begrijpt wat ik bedoel. Hinderlijk tussen aanhalingstekens. We kunnen in het najaar nog eens even
Nou ja, ik denk wel, als de schreeuw uit de markt aanhoudt, ja, hè, dan voel je dus ook de druk om iets te gaan doen. Want wij rijden niet voor onszelf, wij rijden voor onze reizigers. En als reizigers zeggen wij willen dit graag, ja, dan zou je wel heel gek zijn als je daar je oor niet bij te luisteren legt. En als je er ook niet probeert een goed vervolg aan te geven. Dus ik hoop dat we volgend jaar, of hij dan al rijdt of het jaar erop, maar dat we echt dichter bij dit doel komen. En daar verschillen we niet veel over van mening. Dat heb je denk ik wel gemerkt. Dat heb ik zeker gemerkt. Nog één laatste, omdat ik het toch echt belangrijk vind. U heeft iets gezegd al over die BTW. Er zijn meer discussies over het ongelijke speelveld tussen luchtvaart en treinen. Zeker op de korte afstand kiezen mensen nu toch vaak voor het vliegtuig. Zijn er concrete dingen die u van de Nederlandse politiek zou willen? Ja, nou, ik laat de opmerking over het ongelijke speelveld even echt voor jouw rekening. Want ik weet dat in de luchtvaart ook weer soms voor dingen wordt betaald waar wij niet voor betalen. Bijvoorbeeld de luchtvaart betaalt ook voor zijn eigen infrastructuur. Het gaat mij meer daarom dat ik echt niet begrijp. Ik begrijp het gewoon niet dat als een kabinet zegt, we willen een energietransitie. En we willen ook dat de mobiliteit daar een rol in speelt. En dan denk ik, nou, dan heb je treinvervoerders gekregen die allemaal overgegaan zijn op 100% windenergie, bijna geen CO2-uitstoot meer, en die krijgen bijna als straf een btw-verhoging opgelegd. Dat vind ik echt ongerijmd. Dat begrijp ik gewoon niet. En dan krijg ik wel een uitnodiging om te komen praten aan een energietafel mobiliteit. En ja, dan is eigenlijk de houding, ja, maar alles wat al beleid is, daar mag je het niet meer over hebben. Dan zeg ik, ja, nou, ik zou als kabinet als eerste zeggen, die btw-verhoging op mobiliteit in de trein, die haal ik weg. Want ja, die leveren zo'n grote bijdrage, dat wil ik alleen maar stimuleren. Dus, nou ja, dat zou mijn oproep aan het kabinet zijn. Doe er iets mee. Oké, dankjewel. In belang van de reizigers. Mooi,